Enorme ruzie over kleine dingetjes. Als hoogsensitief persoon merk je die dingetjes op die je partner misschien ontgaan. Het kan om hele eenvoudige dingen gaan, zoals de was die je rondslingert, vaat die niet opgeruimd wordt. En wellicht denk je in eerste instantie, ach, ik moet er ook niet zo'n punt van maken. Maar ja, je ziet het elke keer, dus dat stapelt op totdat het in één keer uitbarst. En dan wordt zo'n klein dingetje een enorme ruzie. Het kan ook zijn dat er bij jou onderliggend een bepaalde angst zit die ervoor zorgt dat je zo heftig reageert op iets kleins. Misschien heb je ook wel ervaren dat, dat je pittig kunt reageren omdat je partner niet aardig genoeg iets zei of niet liefdevol genoeg keek. En dat je partner denkt, oké, waar gaat dit over? Maar als je bijvoorbeeld angst voor verlating of angst voor afwijzing heel sterk hebt, dan kan je meer betekenis zien in die dingen die voor je partner eigenlijk geen betekenis hebben. En dan wordt dus zo'n situatie ook enorm opgeblazen. Daarnaast heeft 42% van de HSP ook nog heel veel moeite met het ontvangen zelf van kritiek. Dus als je als hoogsensitief persoon van je partner dan iets terugkrijgt over de dagelijkse dingen, dan kan jij daar vervolgens weer slecht op reageren, omdat het voor jou heel moeilijk is om die kritiek te ontvangen. Met een onderliggend gevoel of een angst voor afwijzing en een onderliggend angst voor verlating worden ook die emoties natuurlijk een stuk heftiger. Denk je dat het mogelijk bij jou speelt? Dan kan het heel zinvol zijn om een professional in te schakelen. Om je te helpen dat onderliggende gedragspatroon en die onderliggende angsten te tackelen. Wil je meer op praktisch niveau hiermee verder? Dan kan het heel erg behulpzaam zijn om je gedachten en gevoelens op te schrijven. In een gesprek interpreteer je natuurlijk ook hoe je partner erbij kijkt en wat hij dan weer terugzegt. En dan blijft het vaak uit de bocht vliegen. Maar als jij eerst de tijd neemt om alles op te schrijven wat je voelt, en blijf daarbij uit de veroordeling, uit de verwijten, maar houd puur bij jezelf wat er bij jou gebeurt en schrijf dat op. Laat dat vervolgens aan je partner lezen, zodat die ook beter begrijpt wat er met jou gebeurt in zo'n situatie. En vanuit daar kan je in gesprek met elkaar gaan. Hoe kunnen we in de toekomst dit soort dingen voorkomen? In een relatie voor een HSP waarin verbondenheid en harmonie vaak erg belangrijk is, is het oplossen van die kleine irritaties heeft heel veel effect. Dus ik ben benieuwd of je hier misschien ook ervaring mee hebt en wat het je gebracht heeft. Ik wil je in ieder geval bedanken voor de tijd die je in het bekijken van deze video hebt gestoken. En wellicht tot een volgende keer.